geld verdienen online met affiliate marketing. Ook geld verdienen vanuit huis. Ik ga jullie een paar hele belangrijke tips vertellen die ik zelf heb geleerd in de afgelopen 9 jaar van een succesvolle online affiliate marketing business bouwen. En ik zie een heleboel mensen met de verkeerde uitgangspunten starten. Dus vandaar deze korte video waarin je denk ik wel een heleboel belangrijke tips kunt oppikken die een heleboel miskleunen kunnen voorkomen. Ik ga je eigenlijk helpen hoofdzaken en bijzaken van een succesvolle online business, een succesvolle affiliate marketing business op te zetten. Nou, wie ben ik? Misschien ken je me wel. Heb je me wel eens samen hier live gezien met Dirk op het kanaal op donderdag om 7 uur Nederlandse tijd. Nou, ik ben gewoon Dirkse vrouw. We hebben samen een online business gestart. En ik deel deze video overigens ook in onze Nederlandse community groep, onze studentengroep voor onze digitale cursussen, de affiliate blauwdruk en grensloze vrijheid, maar ook voor mijn Nederlandse 1-op-1 coaching studenten. Dus ook die mensen wil ik even hallo zeggen en dankjewel voor het kijken. Ik deel deze video dus op verschillende plekken, maar onder andere dus ook op dit kanaal. Leuk dat je kijkt. Als je nog geen abonnee bent van dit kanaal, abonneer je, klik op de bel. Dan krijg je ook een notificatie iedere keer als we een nieuwe video posten. Die gaat altijd over, heeft betrekking tot geld verdienen online en alles gerelateerd. Dus ook mindset, maar ook de business skillsets. Nou, vandaag ga ik echt benadrukken welke dingen niet doen, welke dingen wel doen als je net start. En grote fout, en hoe weet ik dit nou? Nou, ik coach dus een heleboel mensen. En sommige mensen komen dus bij mij om gecoacht te worden, omdat het voorheen is mislukt. En wat ik nu ga bespreken is een van de redenen waarom het meestal mislukt bij mensen. Ze focussen zich op het verkeerde in het begin. Ze gaan zich heel erg focussen op dingen die er helemaal nog niet toe doen in het begin om dat succes te laten groeien. Waar gaan de meeste mensen zich op focussen? De inschrijving bij de Kamer van Koophandel en dat soort zaken. En het bouwen van een website. En ik zeg altijd dit. Waar focus je je eerst op? Je focus je op het bouwen van een audience. Je wil een brand bouwen en dat kan alleen maar doordat mensen je vertrouwen. En hoe kun je nou een audience bouwen online? Want je wil dat vreemden jou vinden en dat je nooit met je product in het gezicht van mensen moet gaan zitten online van koop dit, koop dat, kijk dit, kijk dat. Niet bij vrienden, niet bij onbekenden. Het is een combinatie van een aantal dingen die heel erg belangrijk zijn. Je moet je publiek kennen en hoe kun je hun problemen oplossen. Dus je moet ook wel de problemen van je publiek kennen. Waar bevinden die mensen zich online? Op welke social media platforms? En kan je vast op een presenteerblaadje geven dat de meesten op YouTube zijn en daarmee ook met een heel toegankelijk platform Facebook. Het is heel erg belangrijk dat je hun problemen kent en dat jouw affiliate product uiteindelijk wel degelijk daaraan beantwoordt. Hun leven verrijkt, hun probleem oplost. Nou gaan een heleboel mensen proberen, als ze net starten, een brand te bouwen. Heel bewust. Nou zeg ik niet, het is slecht om er vast over na te denken. Wat wil je uitstralen? Hoe herkenbaar ben je? Maar een brand en vertrouwen staan eigenlijk gelijk aan elkaar. Dit heb ik niet van mezelf. Dit heb ik geleerd van een van de vele coaches die ik heb betaald om mij op te leiden om beter te worden online. Maar een brand dat creëert zich gaandeweg. Natuurlijk kan je nadenken over een logo en over ja, hoe je jezelf presenteert. Maar uiteindelijk bouwt een brand zich door de geloofwaardigheid en het vertrouwen dat jij creëert online. En hoe doe je dat? Door gratis content te plaatsen wat al problemen oplost voor mensen. En daarom hameren wij er altijd op, Dirk en ik. Bouw een YouTube kanaal. Bouw een geloofwaardige presentatie van gratis waarde waar mensen je kunnen volgen. Waar je al problemen oplost. En waar mensen dus ook de bevestiging krijgen dat ze op je kunnen bouwen. En dat jij wel degelijk staat voor serieuze zaken. En daarmee onderscheid je dan al van de vele andere marketeers online die iets aanbieden die onzichtbaar zijn, onherkenbaar zijn en waarvan mensen zich afvragen, is dit een robot of is dit een persoon?
Mensen kopen liever van mensen dan van businesses. En daarom grote fout die mensen dus ook maken. Fout nummer 1. Ze zijn dus met de Kamer van Koophandel bezig, terwijl ze nog niet eens weten hoe ze geld verdienen. Fout 2 is bij voorbaat een brand willen ontwikkelen, willen verzinnen. En dat laten werken. Maar jij bent niet de enige die een brand bepaald. Dat is vooral je publiek, je audience. En de derde grootste fout die een heleboel mensen maken, en dat kost gewoon een heleboel grijze haren en rimpels en tijdverlies. En dat is dat ze het product voorop stellen en eigenlijk de naam van het product overal gaan lopen delen. En dat ze bijna zichzelf vergeten. En eerder de productnaam overal noemen. En je wil nooit leiden met de naam van je product. Dit moet je goed in je oren knopen als je echt een serieus succesvolle business, affiliate marketing business online wilt creëren. Is een brand kan oneindig veel producten verkopen. Doordat je vertrouwen hebt van mensen en een audience hebt die jou volgt. Om de gratis waarde die je deelt. Daardoor ben je geloofwaardig. En daardoor onderscheid je je al heel gauw van alle andere marketeers. Je wil dus niet je product vooraan zetten. Zichtbaar. Je wil je eigen gezicht. Je brand vooraan zetten. En onder die brand kunnen een heleboel verschillende producten hangen. Het is dus veel belangrijker om je vertrouwen te gaan bouwen online. En daarom zeg ik altijd in sessie 3 van mijn 1-op-1 coaching. En daar gaan eerst 2 stevige mindset sessies aan vooraf. Dan ga je beginnen met de bouw van een YouTube kanaal. En waar kan dat nou over gaan? En dan hoeft dat helemaal niet te gaan over geld verdienen online. Want daar weet je zelf waarschijnlijk ook nog niks van. Dus hoe kan je daar nou wat over delen? Nee, het kan over een passie gaan. Een stuk expertise dat je hebt. Bijvoorbeeld vanuit het werk wat je doet. Ik heb een fysiotherapeut, die heeft heel veel expertise. Heeft inmiddels dus al dankzij mijn coaching de baan kunnen opzeggen. Maar deelt nog wel expertise over oplossingen voor mensen met fysiotherapeutisch gerelateerde problemen. Dat is haar gratis waarde. Haar brand is de persoon die waarop mensen kunnen bouwen. Ik heb een probleem kijken of zij er een video over heeft gemaakt. Dus ze blijft komen met gratis waarde. Maar onder haar brand van de fysio tipgeester. Lekker spontaan. Ja, als je er ziet dan denk je ook ja, die herken ik wel uit duizenden. Maar onder haar brand van de fysio kennis hangen affiliate producten die daarmee te maken hebben. Maar ook op een heel ander vlak haar publiek dient. En dat is bijvoorbeeld kennis over hoe bouw je een online business. En zo is ze een affiliate partner geworden van een coaching programma. Een digitaal trainingsplatform wat mensen leert een online business te bouwen. Waar ze hoge commissies voor kan verdienen als iemand dat programma aanschaft. Kortom, sta je niet blind op het product. En dat was de derde grote fout. Laat het product even varen en ga beginnen met het onderscheiden van welke doelgroep richt je je nou op. Welke mensen wil je helpen? En 9 van de 10 keer zijn dat mensen zoals jij. Dus dat wilde ik delen met jou vandaag. En dan kan ik me voorstellen dat je nog 1001 andere vragen hebt. Nou, afhankelijk van waar je deze video ziet, ben je een 1-op-1 student. Dan gaan we hier in 1-op-1 sessies op door. Ben je een student van de Affiliate Blauwdruk? Stel je vraag in de Affiliate Blauwdruk community groep. En ben je nog geen student van ons, overweeg vooral om met de Affiliate Blauwdruk training te starten. Dat is gewoon de beste opstap naar al die modules die je laten zien wat er voor nodig is om een business zoals die van ons te bouwen. En onze business is geen succes, geen gelukssucces business. Dat is niet uit de lucht komen vallen en hangt niet aan geluk vast. Wij hebben een zeer strategische wijze erop losgelaten om deze business te bouwen, succesvol te maken en succesvol te houden. En dat is het geheim. Heel veel mensen staren zich blind naar een succesvolle business bouwen en dan stort het kaartenhuis ineen, omdat hun mind het niet aan kan om veel geld te verdienen. En daarom besteed ik weer heel veel tijd en aandacht aan de mindset, vibraties. Wat ga je verwachten, maar hoe ga je met problemen om? Hoe ga je met de groei van jezelf om?
et cetera. Ik kan hier nog uren over doorpraten, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Want het moet een korte video blijven. Dus alsjeblieft, als je nog geen student bent, je kan ook hier op het YouTube-kanaal je vragen achterlaten. En natuurlijk de uitnodiging. Kom donderdag weer naar onze live. Hier op het kanaal om 7 uur Nederlandse tijd. We behandelen altijd een bepaald thema en ook daar kan je live vragen stellen. Dus ik hoop dat je hier iets van hebt opgestoken. Focus je dus niet op je product, maar focus je op je publiek en je volging. Daarmee creëer je vertrouwen en een brand. En ga die Kamer van Koophandel gewoon eens een keertje opzetten. Dat heb je in een uur gedaan als je weet hoe je geld online verdient. Ja, en zo simpel kan het zijn. Nou, tot een volgende video en dankjewel voor het kijken. Groetjes uit Costa Rica.